zitten hier in de Liebigenhal, waar het NAI Bureau Europa gehuisvest is. Het gebouw is dit jaar precies 100 jaar oud, 1912 gebouwd. Dit is het begin van het gebied van de Centre Céramique, het nieuwe deel van de stad van Maastricht. Aan de andere kant van de Maas, het oude deel. Hier is een architectuurcentrum gevestigd en wij zitten hier niet al te lang meer, want we verhuizen naar de villa van de timmerfabriek aan de andere kant van het water. Wij als architectuurinstelling zijn in 2006 als debutant van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam opgericht en in 2009 verzelfstandigd, waar we door de gemeente en de provincie worden ondersteund. Nou, wij zijn van oorsprong in Eindhoven's interdisciplinair architectenbureau en op een gegeven moment zijn wij verhuisd naar Maastricht. En iedereen zei, waarom gaan jullie nou naar Maastricht en niet naar de Randstad? Wat jullie doen hoort eigenlijk in de Randstad. En toen hebben wij, om een reden te hebben om hier naartoe te gaan, de metrokaart van Londen genomen en hebben die schaal 1-op-1 op deze regio geprojecteerd. En je ziet dan dat wat in Londen de schaal van de stad is, dat het hier een internationaal gebied is dat Hasselt, Aken, Heerlen, Luik en Maastricht met elkaar verbindt. En die kaart is opgepikt door heel veel beleidsmakers. Van, het is precies wat wij willen. Dus wij zitten met ons bureau op het moment in het station van Maastricht, het treinstation. En je merkt aan alles aan dat gebouw dat station Maastricht een eindstation is van, de Nederlandse spoorwegen. En dat zou het eigenlijk niet moeten zijn, omdat het eigenlijk het centrum is van die internationale metropool. Maar de lijnen uit de Randstad die stoppen echt en die gaan weer terug. En je ziet het gewoon ook aan het gebouw dat het zo in elkaar zit. En wij denken nou niet dat we de metrolijn van Londen hier daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. Maar we kunnen wel nadenken over hoe kunnen we met nieuwe technologieën, de telefoon met zijn app, hoe kunnen we een Uber-app ontwikkelen die je in staat stelt om deze regio te gebruiken als was het een door een metro ontsloten Londen. Wat je merkte, dat is dat heel veel elementen altijd hebben meegespeeld hier. Dat bijvoorbeeld waar ik geboren ben, Brunsum was heel sterk eigenlijk op Heerlen gericht. En Heerlen had wederom heel sterk richting Kerkrade en richting Aken zijn links liggen. En veel minder eigenlijk richting Maastricht. Maastricht, mijn grootmoeder is ooit dienstmeisje geweest bij een advocaat hier. Die sprak twee talen, dat was Limburgs en Frans. Want die goede burgerij in die periode sprak Frans hier in Maastricht. Dat merk je dan ook. Luik is een steenworp hier vandaan, maar dat is zo strikt Waals natuurlijk. Maar als je ietsjes verder gaat, dan zit je plotseling weer in het Vlaamse gebied, dus het Nederlandse taalgebied. Nou, dat zijn allemaal dingen die meespelen in die sfeer. Het heeft alleen heel sterk op een bepaald moment ermee te maken gehad dat op het moment dat ik hoofd bijvoorbeeld hier van de academie werd, op Duitsland waren ze helemaal niet gericht. Terwijl je wel wist van, daar komen mensen die zogenaamd architectuur studeren aan een vakhoogschule, maar die eigenlijk nog een stapje erbij willen. Dus op het moment dat je je omkeert en probeert dat soort mensen naar binnen te halen, dan moet je ook wat Duitse docenten naar binnen halen, wat Belgische docenten naar binnen halen. En plotseling krijg je iets heel anders, maar er is een pocket die dan plotseling optreedt. Maar je hebt een hele hoop dingen die doorspelen. Ik zeg als kind al, mijn haren werden geknipt in Aken. Klinkt misschien heel vreemd. Toen ik 18 werd, een auto volgooien met benzine, dat deed je in Duitsland, want daar was de benzine goedkoop. Kan een gemeentelijke dienst überhaupt daar iets in betekenen in die grensoverschrijdende ontwikkelingen? Nee, meer dan een visie daarop hebben. Niet meer en niet minder, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat er van alles geroepen wordt door de regio, door alle bestuurders. En ik denk wel dat het goed is om als regio samen één geluid te laten horen van wat je nou echt belangrijk vindt. En daar kan je als gemeente aan bijdragen. En als je dan gaat kijken naar zo'n metronetwerk, dan zijn er toch wel zaken die belangrijker zijn in zo'n regio. Sommige die interessanter zijn voor Maastricht in economisch opzicht dan andere. Om een heel eenvoudig voorbeeld te noemen. Cultureel en economisch is Aken interessanter, zeg ik nu even, dan Luik op dit moment. Ja, als we over een hele langere tijd praten is het misschien anders. Maar een verhaal over waarom je met een bepaalde stad iets hebt en waarom je die verbinding zou willen, dat ontbreekt nu een beetje.
Ja. En wat zou dat verhaal kunnen zijn? Wat bindt, gewoon afgezien, taal was het mooie wel, maar daar kun je geen infrastructuur op gefinancierd krijgen. Wat bindt is, dat is kennis. Hè? Dus de kennisnetwerken, die zijn toch heel erg bindend. Er zijn ontzettend veel relaties tussen universiteiten en instituten. Bijvoorbeeld tussen Eindhoven en Aken. Daar heb ik het niet eens over Maastricht, maar tussen Eindhoven en Aken. Dus dat soort relaties zouden fysiek ook interessant kunnen zijn. En daar kan zo'n regio dan van profiteren. Ja. Maar het is dus ook, je moet ook soms even iets verder kijken dan de regio voor de werkelijk belangrijke dingen. Wereldschaal. Europese schaal. Ja. Ja, dat is wat Wim ook. Hè. Wat ik belangrijk vond om te vertellen is als de stand van de stad, dat het niet ging over de stand van wat ik doe of wat ik zo vind, maar waar ik in een groter geheel. Dus ik wil het hebben over de traditie. De vergeten traditie van het experimenteren, dat de continue ontwikkeling van Nederland altijd heel consequent was. Ook Maastricht is niet gebombardeerd, dus wat we opgaven was eigenlijk altijd heel consequent. Maar dat we in de beginjaren van waarin we stedenbouw verwetenschappelijk hebben, dat daar ook heel veel experimenten aan vooraf gingen. En dat we dat totaal zijn vergeten in deze tijd. En dat de breuk waar we ons nu in bevinden een soort verlamming heeft, waarin we alleen maar een stad bouwen met stenen. En daar zit onze economie in ten opzichte van de stad die er al staat en die weer functioneel maakt. En daardoor vooral met menskracht, met ideeën, op die manier daar het netwerk weer verbinden. Dus het was een soort pleidooi over zachte infrastructuur en een aangepaste openbare werken die zich daar een nieuwe coalitie in vormt, een nieuwe alliantie. Ik denk dat vroeger dat het verschil tussen overheid en het bedrijfsleven volgens mij veel minder was. Dus ik zie dat alle grote architecten hier naast hun baan bij de gemeente ook nog een eigen bureau hadden. Dat was dan geen probleem. Is dat nu, moet dat ook weer gemengd worden, omdat die expertise ook helemaal verspreid is. En dat was, daar ging het een beetje over. Om opnieuw die expertise te verzamelen, jong en oud. En dat traditie ook gaat over de overdracht en niet zozeer over het conserveren van de gedachten die we hebben, maar altijd verder kijken. Dus we hebben eigenlijk drie elementen, experiment, traditie en zeg maar de verbinding daartoe. Zo, normaal gesproken zou je zeggen dat traditie en experiment, dat zijn zo'n beetje de twee polen. En ja, ik vind het wel leuk om te zeggen dat die verbonden moeten worden. Ja. Maar hoe het experimenteren in het culturele erfgoed, dat is in elk geval, dat zullen we moeten leren zonder meer. Want als de opgave steeds meer een transformatieopgave wordt, dan moeten we daar sowieso mee experimenteren, want er is nog geen traditie in. Er is een hele leuke overlapping met Fred's bijdrage. Want het is een jong monument en er komen er heel veel van. En hoe ouder de stad aan het worden is, hoe meer monumenten erbij gaan komen, hoe minder geld we daar ook voor hebben. Dus je ziet ook bij Rijksdienst Cultureel Erfgoed dat daar een probleem is. Er wordt keihard gewerkt aan hoe je dat überhaupt gaat financieren. En hoe je met de regelgeving omgaat en hoe je met sloop omgaat en dergelijke. Dus daar moet wel een nieuwe traditie in worden opgebouwd. Waar het om gaat is dat we die bepaalde lezing van de stad, ook die belangrijke stukken uit het verleden, dat we die nog herkennen. En dat we ze herkennen op hun waarde. En op het moment dat we ze herkend hebben, dan staat het ook vrij wat we daarmee gaan doen. Hoe we die gaan omzetten in iets anders. Ter voorkoming ervan dat we zeggen, oh jee, nou hebben we dat afgebroken. Dat hadden we niet moeten doen. Daar hebben we een stuk herinneringen uitgehaald. Maar experiment is toch altijd voor minstens 50% destructie? Anders experimenteer je niet. Ja. Volgens mij zelfs 20%. Dat is afhankelijk. Dat is afhankelijk waar die interventie. Het is een interventie van iets nieuws in iets bestaans. Daarvoor moeten we het bestaande eerst leren kennen. En het op zijn waarde schatten. En dan kunnen we die interventie plegen. Durven dan nog onbevangen te slopen in zo'n... Als we het al te veel leren kennen, vraag ik me af en toe wel eens. Ja, dat probleem staat niet. Sorry, dus daar is het te zeldzaam voor dat wat van echt grote waarde is. In enige tijd geleden een mooi programma gezien op de Italiaanse tv. En dat was als ik het goed heb, een kunsthistoricus. En die had het ook over die problematiek van hoe ga je met die bestaande gebouwen om. En die had een uitdrukking die normaal zou ik die nooit daarmee verbinden. En dat was filologisch daarmee om te gaan. En wat bedoelde die daarmee? Eigenlijk filo, liefde.
en logos, woord, wet, noem maar op, maar ook logica. Dus hij bedoelde, en dat is een beetje wat Fred ook zegt, van je leert die dingen te lezen, je leert die dingen dan op waarde te schatten, en je leert dan ook van hoe zou dat nou logisch, op een logische manier, met al die onderbouwing die je dan hebt, die afwegingen door kunnen gaan. Hoe zou je die door kunnen bouwen? Of hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Hoe zou je dat anders kunnen interpreteren? Wat boekbaar is bijvoorbeeld in Nederland vrij bekend om zijn, is bijvoorbeeld het ombouwen van kerken. Wat bijvoorbeeld in België bijna onmogelijk is en andere landen ook weer op hele andere problemen stoot. Tweede element wat je tegenkomt, dat is, ik heb een jaar of 5 aan de EE in Londen les gegeven. Dat was eigenlijk een hele interessante school in de zin van dat van tevoren werd er verteld, we leiden eigenlijk niet op tot architect. Het enige wat we hebben is, ons medium is architectuur. En het interessante daarvan is dat het dus eigenlijk om een aantal basis grondbeginselen gaan die niet eens strikt architectonisch zijn, maar die eigenlijk met het creëren van dingen, het ontwerpen van dingen, het opbouwen van dingen te maken hebben. En die veel breder toepasbaar zijn dan alleen op de architectuur. Aan de hand van de architectuur, de hand van jouw medium, leer je het. Maar je kunt het ook op andere dingen toepassen. De vraag is of die grondbeginselen, of die wel compleet zijn. De extreme variant is Venetië, waar misschien de hele stad vol zit met filologen, hè? Die elk huisje in stand houden en dat iedere keer als er water is, dat het water weer naar buiten scheppen en zo. Maar is dat wel dat is toch geen houdbare situatie? Dat gaat toch ooit gewoon een keer instorten? Moet je de studenten niet leren in plaats van dingen te leren weghalen? Ja. Toch? Maar dat zit in, als je het zegt van die filologische manier van aanpakken, die heeft met die logica te maken. Een prachtig voorbeeld, je kunt hier in Maastricht gaan kijken, je kunt ook in Aken gaan kijken, neem de Dom van Aken. Mm-hmm. Daar hebben ze gebouwd, ze hebben delen moeten afbreken om dingen te kunnen aanbouwen en noem maar op. Het is eigenlijk een sammelsurium van allemaal verschillende stijlen, maar het wordt gezien als een UNESCO werelderfgoed, noem maar op. Juist dat zorgt ervoor dat het nu vele malen moeilijker is om er namelijk iets aan te doen. Mooie opgave zou zijn, hoe kunnen we die nu uitbreiden bijvoorbeeld en dan met hedendaagse architectuur? Hoe zou je daarmee omgaan? En ik denk dat komt Fred eigenlijk met exact hetzelfde. Je moet hem bestuderen, je zult moeten wegen wat is er van belang en wat is er niet van belang. Daar spelen natuurlijk ook economische dingen mee, daar spelen functionele dingen mee. En daaruit moet je een beslissing nemen. Dus het is voortdurend een afwegingsproces. Alleen onze maatschappij is absoluut niet meer berekend op dat afwegingsproces en al helemaal niet dat door één persoon wordt gedaan. Onze maatschappij is heel sterk op verantwoordelijkheid afschuiven en verzekering, als het ware, inkopen. En daar zit die grote crux. Op het moment dat je daar een verandering in kunt krijgen, kun je dus in één keertje ook weer diegenen die daadwerkelijk die verantwoordelijkheid willen nemen daarvoor, ook weer laten nemen en die het te laten doen. Ik wilde iets aan Mark vragen nu. Iets heel anders als je het over experimenteren hebt. Jij bent altijd, ook in Eindhoven, al heel erg verbonden geweest met zeg maar subculturen, met graffiti, hip-hop, skate scene. Ik voor mezelf associeer dat nogal veel meer met de steden in het westen dan hier met Maastricht. Hoe zit het eigenlijk met die subculturen hier en vallen daar net zo goed verbindingen mee te leggen waar jij wat mee kunt? Nou, die subculturen die leven hier in ieder geval ook. Maar ik denk dat wij in Eindhoven in die periode veel met subculturen gewerkt hebben, omdat we de confrontatie zochten met architectuur. Dus als Wim net zegt, de EE, daar werd je geleerd, architectuur is medium, maar we leiden je niet op tot architect. Ik denk dat het bij ons andersom is. Wij zijn opgeleid als architect, maar voor ons is niet medium per se architectuur. En wij hebben geprobeerd om te bedenken, toen in die tijd, wat is eigenlijk een crossover? En hebben toen de grootste vijand van de architect, de graffiti-spuiter, uitgezocht om daar een crossover mee te doen. En van daaruit zijn een hoop opdrachten in de jeugdcultuur en skatebaan en zo gekomen die we graag gedaan hebben. Uiteindelijk ben je daar gewoon een traditionele architect door geworden.
Ja, of al geweest. Maar in ieder geval, het is, ik denk dat we meer op zoek zijn naar uitdagingen hoe we het vakgebied kunnen veranderen. Of de grenzen opzoeken en ook de grenzen opnieuw definiëren. Dat we zo in die subculturen terechtgekomen zijn. Maar we zijn niet, zeg maar, we zitten daar niet in verankerd. Ik zeg dat wij kunnen ook een gebouw maken voor bejaarden. Daar hoef ik niet een bejaarde voor te zijn om dat te doen. En ik denk, ja, wat ik in het begin al aangaf, dat je, hoe langer je leeft in deze regio, hoe meer je ontdekt aan verschillende culturen en verschillende verhalen, geschiedenis. En dat is ook heel interessant om daarmee aan de slag te gaan. Maar kun je dat in de architectuur, herken je zeg maar die culturele hotspot hier in deze regio? Ja. Je kijkt heel erg naar gebouwen. Ja, ja. Die lijn is anders gericht. En het is heel erg opmerkelijk dat ik als ik met randsteden, collega's uit de Randstad, gebouwen bezoek van Rudolf Schwarz, hebben ze die nog nooit gezien. En dus daar zit in het kijken naar de Belgische, naar de Duitse zijde, in heel veel dingen die hier misschien wat actueler, wat toegankelijker zijn dan de rest. Mag ik daar vanuit het perspectief van het cultureel landschap nog iets aan toevoegen? Want ook ik zocht zogenaamd de periferie op, maar blijkt dat ik eigenlijk in het centrum ben beland. En dat is geen tong en cheek mijnerzijds, maar ik had verwacht dat die oriëntatie heel erg, hè, de driehoek Maastricht, Aken, Luik, dat het een grensvraagstuk zou zijn. Maar je merkt nu dat we echt op een kantelpunt zitten in ook het echt met elkaar verbinden van al die tussengebieden. Alleen al aan elkaar, daar heb ik het over Heerlen, Sittard, Geleen. Welke vraagstukken spelen daar en hoe koppel je die aan elkaar? En de bereidheid die ik op dit moment in deze regio vind, niet alleen is bijvoorbeeld vanuit de gemeente die ons, Bureau Europa en Mares en Recenter, 5 hectare binnenstedelijk groen geeft om dat te gaan programmeren. Om een bepaalde waardecreatie toe te voegen, om te kijken van wat is dat nou, dat experiment? Waar kan dat uit bestaan, die sociale participatie? En dat is niet naïef, want natuurlijk gaan we daar de voedselproblematiek niet meer op lossen, maar om eens te kijken van wat zit er nu? En dan zie je dus dat daar een enorme bereidwilligheid is, of dat nou komt omdat we die culturele hoofdstad 2018 op het vizier hebben. Ik weet het niet, maar er lijkt een emancipering in het gebied plaats te vinden op dit moment, die nou, die stad aan het landschap combineert, die het lokale in een breder verband die regio plaatst. En ook daarin zie je dus dat je als culturele instelling ook weer divergeert naar, nou ja, uit je eigen muren te breken en ja, initiatieven buiten en met elkaar opzet. Een stad, met name een stad als Maastricht, is altijd het probleem groeien. En hoe groeien, want ze zitten eigenlijk ingesloten. En een van de dingen was, ik had aangegeven, je hebt die slimme oplossingen. En een slimme oplossing zou in dit geval ook zijn van, als je eventjes in Google uitkijkt, dan zie je ontzettend veel platte daken in Maastricht zitten. Je had het net over het Eiffelgebouw. Ideaal voor mij, zou ik zo hele woonwijk op kunnen zetten. Is ook nog een gebouw dat kan dat aan, want het was een industriegebouw, dat is sowieso overgedimensioneerd. Maar dus in ieder geval, Maastricht moet altijd in het achterhoofd houden. Want ik zeg, hoe gaat het eigenlijk met zijn gebied om? En dan praat ik niet alleen over zijn pure grondgebied, het aardgebonden, maar ook het luchtgebonden gebied. Oké, en ik ben natuurlijk niet degene die moet zeggen wat. Ja, deze ene keer wel. Ik pak even het bovengrondse van de A2, ondertunneling, waar wij bij betrokken zijn. Waarbij we steeds het pleidooi houden van, daar moet inderdaad de stad ontstaan. We bestuderen het om dat die op langere termijn kan ontstaan, maar laat tegelijkertijd ook het een beetje vieren. Laat het ook een beetje komen. Probeer het niet allemaal van tevoren te beheersen en vast te leggen, maar denk wel aan de strategie voor op langere termijn. Oké, check. Je mag één keer je baas vertellen wat je moet gaan doen. Moet je nou zeggen waarom hij zijn werk nou niet goed doet? Ja. Nee, wat je het eerste moet doen is wat je naar mijn mening altijd moet doen bij zo'n stadsontwikkeling van Maastricht. Dat is de continuïteit van de ontwikkeling heel goed in de gaten houden.
heel goed te werken aan een raamwerk van openbare ruimtes, wat je heel langzaam ontwikkelt en waar je de tijd voor neemt. En ja, experimenten daarbinnen plaats laten vinden. Dat is wat ik het eerst wil doen. Mag jij het als laatste zeggen? Saskia heeft er niks over. Ik ga er zeker niet zo zeggen. Okay. Nou, voor mij is het, Maastricht zal nooit meer worden als ze niet gaan denken over een avondprogramma. De stad sterft gewoon te snel af voordat het 12 uur is. Waardoor je, als je een groter internationaal publiek wil aantrekken, die na 6 uur niks meer te zoeken heeft, en ook de eigen bevolking die moet gewoon naar huis, want het is afgelopen. Daar moet gewoon iets aan toegevoegd worden. Ja. Okay. Helder en duidelijk antwoord. Helder en duidelijk antwoord zal ik ook proberen te geven. Ik mis aansluitend op mijn rechterbuurman een underground scene. Waar zijn al die studenten? Waarom tref ik ze niet midden in de nacht? En het meta-antwoord zou zijn, omdat Mark weg is, een hele goede, en zelf ik een treiner ben, een hele goede verbinding naar Aken en naar Brussel. Zodat we ook daar van met elkaar kunnen leren.